Welkom lieve boogschutter, dit is weer jullie reading. Het einde van december alweer. We gaan kijken middels de Akashic Tarot wat ons te wachten staat. Dus wat zijn er voor mooie berichten voor onze boogschutters? Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten. De vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-readingen, coaching, begeleiding, healingen. Dankjewel daarvoor. Super dankbaar voor. En natuurlijk ook alle mensen die iedere dag kijken. Sommigen al vanaf het begin af aan mijn kanaal steunen. Dankjewel. Dankzij jullie ben ik gegroeid. Super lief dat jullie mij door dik en dun gesteund hebben. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Want ik maak meerdere readingen om een dag, ook in het weekend. Dus dan ben je helemaal up-to-date. Zo, we gaan nog heel even het kaarsje aansteken. Een rood kaarsje, een liefdevolle kaars. Dus hopelijk dat positieve berichten zijn. Kaarsje beelden eerst niet aan. Dus misschien is er wat twijfel in de liefde. Dat zou kunnen. Wat mogen wij weten, spirits en guides? Die niet. Ik ga 6 kaarten neerleggen. Onderaan het dek hebben we Akashic Field, One of Forces. Ik heb het gevoel dat je je door jouw intuïtie hebt laten leiden om iets nieuws te starten. En dat kan goed met de liefde te maken hebben. We hebben hier de koning van rozen, koning van de liefde. Kan goed zijn dat je liefde voelt voor deze koning. Je hebt goed nagedacht of je deze persoon wel in je leven wenst. En je hebt ook goed nagedacht over wat ga ik precies tegen die persoon zeggen. En je zit nu halverwege. Je wilt het goed maken met deze persoon. Je wil een nieuw begin met deze persoon. En diep in je hart weet je dat dit jouw ware is. Jij bent een hoge priesteres. Die gevoelens heeft voor een koning van bekers. Dus het kan goed zijn dat je gevoelens hebt voor een waterteken. Ik krijg kreeft heel erg hard door. Maar het kan ook zijn schorpioen of vis. En je hoopt met dat bericht wat je gestuurd hebt, of de berichten die je stuurt, dat het vlammetje gaat oplaaien tussen jullie. En ik zie hier een doodskist, dat er toch weer een transformatie mag plaatsvinden. Door die keuze van jou die je gemaakt hebt om contact op te nemen. En je hoopt zo een nieuw begin te starten voor jullie beiden. Mogen wij nog meer weten, spirits en guides? Die koning die heeft wel twijfels. Twijfels omdat er misschien het een en ander gebeurd is tussen jullie. Dus die durft niet meteen zijn of haar achterste van de tong te laten zien. Vandaar dat je ook ziet... die persoon is kijkt door een verrekijker, deze kijkt door een loop. Dus ze willen eigenlijk in jouw berichten, door de berichten heen, willen ze jouw bedoelingen zien. Je ware bedoelingen zien. En zo duidelijk krijgen van of ze deze verandering inderdaad aan willen.
Er is liefde. Absoluut tussen jullie. Maar er is in het verleden het een en ander gebeurd. En dat heeft de boel verstoord. Maar je probeert om toch weer contact te krijgen. Je wilt graag deze persoon leren kennen. En je hoopt dat je deze nieuwe kans krijgt. Die verandering, die heb jij dankzij grootmeester Hilarion door durven voeren. En nu is het doorpakken. Het kan goed zijn dat je bang bent. Hè? Je weet wie het ego-kaart. Bang bent om voor een afwijzing bijvoorbeeld. Of bang bent om uit je element te raken. Want tenslotte kaart 4. Bang bent om... vaak is het zo als je een verandering doorvoert. Dat je uit balans raakt. En dan gaat je ego opspelen. Hè? Dan gaan de angsten opspelen van dat moet je niet doen. Of waar ben je mee bezig. Maar je moet eigenlijk door dat ego heen. En als je dat doet, dan kan je dus met jouw fundament gaan beginnen. Dus als jij doorzet en je blijft proberen op een zachte, warme, liefdevolle manier, dan kan het goed zijn dat je een eerste fundament gaat leggen in het hart van de ander. Daarbij mag je goed reflecteren. Wat is er in het verleden gebeurd? Daarbij mag je dus verduidelijking geven van waarom tot deze persoon jou nu mag en kan vertrouwen. Wat is er veranderd in die tussentijd? Dat zal mede die transformatie geven die jij wenst. Mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides? De conclusie, oké, de conclusie. Conclusie is, ben jij voldoende geheeld? Dat is de vraag. Je bent spiritueel ontwikkeld, je bent die hoge priesteres, zagen we net ook al. En je hebt intuïtief een keuze gemaakt. Je hebt een bericht gestuurd, ondanks jouw angst, jouw verdriet. En nu is de vraag, ben jij voldoende geheeld om door te pakken? Want we zagen hier ook al die ego-kaart. Hè, durf jij je hart daadwerkelijk te openen? Het veroorzaakt heel veel angst bij je. Angst voor pijn gedaan te worden. Dat je weer te maken hebt met iemand die jou pijn doet. Die jou die liefde niet wil gunnen. En daar mag je doorheen prikken. Daar mag je doorheen met die twee van zwaarden. Wat is de uiteindelijke uitslag, Spirits and Guides? De uiteindelijke uitslag is de zon. Je gaat gelukkig worden, maar ook die ander kiest voor jou. Er is sprake van een soulmate situatie. Jij gaat doorzetten, jij gaat je best doen. En dan zie je ook dat dat loont. Dat die ander inderdaad ziet van dit aanbod is legitiem. Ik wil ervoor gaan. Mag ik nog een laatste kaart? Mag ik hieruit trekken? Voor de boogschutter. Het kan goed zijn dat jullie samen healers zijn. Nou, voor jou weten we het misschien al, omdat je een hoge priesteres bent, die ander misschien nog niet. Maar jullie voelen veel liefde voor andere mensen en ik heb het gevoel dat je hele helende handen hebt. En misschien kan je ook deze persoon
in beginsel helen. Of dat jullie bij elkaar wederzijds kunnen helen en dan daarna ook anderen. Dus dat is natuurlijk een hele mooie beëindiging van deze reading. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.